We praten vandaag over de afgelaste Dance Parade met Fabien. Hoi Fabien. Hoi. Wat is allemaal de bedoeling op die dag? En wat voor dag en waarom eigenlijk? 6 maart gaan we demonstreren tegen Abu Taleb, omdat hij de Dance Parade heeft verboden. En ja, daar zijn we het eigenlijk niet zo mee eens. Want de Dance Parade is Rotterdam natuurlijk, hoort er gewoon bij. En dat heeft hij nu verboden. En ja, dan gaan we het even demonstreren. En hoeveel mensen denk je dat er komen? Ja, de bedoeling is toch wel zeker 1000 mensen, maar zoals hoe het er nu uitziet, dan gaan we dat zeker wel halen. En is het ook de bedoeling dat jullie gaan lopen, een mars houden of nee, wat? Nee, gewoon bij de Kossingel en dan voor het stadhuis. Spandoeken, dat soort dingen. En hoe vind jij het zelf zo, hoe het allemaal is gegaan? En waarom het is gegaan? Waarvoor gaat die Dance Parade eigenlijk niet door? Ja, hij verwacht weer een hoop ellende naar Hoek van Holland. Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, want de Dance Parade is een van de meest veilige evenementen van Nederland. Zomercarnaval wel gewoon doorgaat. Ja, precies. En dat is nog het allergekste, want daar vallen ieder jaar doden. En de datums, wanneer wordt dat gehouden en hoe laat? 6 maart om 3 uur op de Kossingel. Op zaterdag. Dus mooie tijd. Iedereen kan lekker uitslapen en zijn weer op tijd voor het eten thuis. Ik ben wel bezig met dingen op Partyvlog, op Hives, media van Rijnmond en dat soort dingen. Dus